De tentoonstelling ging letterlijk knallend van start. Zes van de 18 kunstwerken zijn op een originele plaats te bewonderen. Een replica van de nachtwacht hangt op de plek waar de echte hing. Na 8 uur staat de nachtwacht, dat is niet de echte, neem ik aan. Nee, dat is een reproductie. De echte nachtwacht in bruiklijn krijgen, dat is onmogelijk. Eigenlijk de oorspronkelijke plek waar die heeft gehangen. En in 1715 is hij hier gekomen en hier is hij ook versneden. Iets wat we tegenwoordig niet meer zouden doen. Maar ja, hij moest tussen die twee deuren passen waar die nu hangt. En daar moest een stuk af. Het was wel een hele klus om de stukken naar binnen te krijgen. Ze zijn heel erg groot. Dus we hebben met een raam eruit moeten halen om ze naar binnen te krijgen. En een hijskraan om de kisten omhoog te takelen. Waarbij je vroeger schilderijen oprolde en op die manier naar binnen bracht. Kon dat nu niet. Dus we hebben ze letterlijk naar binnen geduwd met heel wat man. De tentoonstelling in All Their Glory is tot en met 31 augustus te bezichtigen.